Hoe gaan wij om met gewelddadige antidemocraten in onze democratie? Hoe tolerant moeten we zijn voor de intoleranten? Nou, die vraag die moet je vooral stellen aan Bastiaan Rijpkema. Hij is gepromoveerd op dit onderwerp. En dit is zijn boek, De Weerbare Democratie. Grenzen van democratische tolerantie. Het is te koop in de boekhandel. Bastiaan, jouw conclusie is eigenlijk dat de democratie zich wel degelijk moet wapenen tegen vijanden van die democratie. Ja, inderdaad. De democratie is een heel kwetsbaar iets. Het biedt eigenlijk de middelen ook aan antidemocraten om die democratie schade toe te brengen. Er zit dus eigenlijk in de democratie zelf zitten de ingrediënten voor haar eigen ondergang. Dus zo'n democratie moet zich soms ook weerbaar opstellen om die democratie overeind te houden. Ja, wat noemen ze een element? Wat is de cruciale punt, de Achilleshiel van de democratie? Nou ja, je ziet dus dat de democratie biedt op een basis van eigenlijk waardeneutraliteit aan een hele grote groep aan individuen, organisaties, een aantal grondrechten. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, vrijheid van godsdienst. Maar je ziet, ook in het verleden, maar ook meer recent, dat die grondrechten ook misbruikt kunnen worden voor antidemocratische doelen. En daar zou dus een democratie veel kritischer op moeten zijn en eigenlijk veel eerder al naar moeten kijken van, worden die grondrechten niet gebruikt voor ondemocratische doelen? Goed, als we kijken naar de aanslagen van de afgelopen dagen. Die aanslagen hebben we meer meegemaakt natuurlijk. In Londen, in Madrid, in New York. De hele terrorisme vanuit extreme moslims is al enige jaren aan de gang. Hebben we een moment gemist wat jou betreft om die antidemocratische partijen te elimineren? Nou ja, het is inderdaad zo dat de weerbare democratie probeert eigenlijk een fase eerder te zijn. Dus waar we nu in terechtkomen, dus zoals in Parijs bijvoorbeeld met de noodtoestand die nog steeds voortduurt. Eerst zelfs de suggestie dat die misschien voort zou duren tot de oorlog tegen IS gewonnen zou zijn. Dat zou dus echt een hele lange noodtoestand zijn. Bijna Midden-Oosten-achtige toestanden in Frankrijk. Maar ook in België met de lockdown daar eerder al, dus voor de recente aanslagen in Brussel. Dan zie je dat we al in een fase komen dat je eigenlijk aan het proberen bent concrete dreigingen, concrete aanslagen te voorkomen. En wat de weerbare democratie probeert, is meer voor de lange termijn die democratie weerbaar te maken. En dan gaat het eigenlijk om softere maatregelen, maar wel met een meer langetermijn effect. Dus dat je gaat kijken naar organisaties waar antidemocratisch gedachtegoed wordt gecultiveerd, haatpredikers die het land inkomen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om geweldsdreiging tegen mensen die hun mening uiten, dat soort zaken. Dat je probeert die punten van de democratie weerbaar te maken. We hebben dus een afslag gemist, zeg jij? Nou ja, misschien kunnen we nog steeds met heel scherp bijsturen die afslag inslaan. Maar welke afslag hebben we gemist? Er wordt wel snel bijsturen dan, denk ik. Ja. Welke afslag hebben we gemist? Nou kijk, ik denk dat je in Nederland ook ziet, hoewel ik moet zeggen dat het ministerie dat daar op dit moment over gaat, van Asscher, daar wel heel kritisch en scherp mee bezig is. Maar je ziet dat we toch een moeite hebben of een terughoudendheid met het articuleren van onze eigen waarden. Dus wat is nu, en dan heb ik het vooral over de democratische waarden. Dus dat is niet zozeer heel breed in culturele zin, maar gewoon fundamenteel, wat zijn grondrechten die onaantastbaar moeten zijn in een democratie. Gewoon constitutionele, fundamentele waarden. Vrijheid van meningsuiting, precies. Vrijheid van vereniging. En, vrijheid van godsdienst ook, al die zaken. Je moet daar eigenlijk van kunnen zeggen, hier loopt de grens en niet verder. En als je die grondrechten gaat misbruiken om die grondrechten eigenlijk aan anderen te ontnemen, of om de staat die die grondrechten garandeert aan te tasten of omver te werpen, dan moet je dus eigenlijk al in een vroeg stadium daarna gaan kijken. En je ziet dat we dat moeilijk vinden. We hebben eigenlijk op dit moment een krakkemikkig wetje, een oud wetje dat allerlei herzieningen heeft overleefd, op basis waarvan wij organisaties kunnen aanpakken die antidemocratisch zijn. Ik zou zeggen, probeer daar nu eens een eerste stap te maken. Probeer dat scherper te formuleren. Geef gewoon aan, dit is het hele brede speelveld van de democratie. Maar als je daaraan meedoet, hier loopt de grens. En we gaan niet verder dan dat. En dan kun je verboden worden. Laten we even naar een concreet voorbeeld gaan. Een van die grondrechten is de vrijheid van meningsuiting. We zagen net in het filmpje een aantal foto's van mensen die oproepen om de democratie om zeep te helpen. Wat gaan we prevaleren? Inderdaad, dan krijg je dus een afweging. Weerbare democratie heeft in ieder geval de lijn dat je pas gaat ingrijpen als antidemocraten zich gaan organiseren. Dus vrijheid van meningsuiting blijft feitelijk onaangetast. Dus vrijheid van meningsuiting, ook zoals je misschien net zag, tenzij het oproepen tot geweld is natuurlijk, of andere zaken die nu al strafbaar zijn. Maar over al die andere dingen gaat weerbare democratie niet. Weerbare democratie gaat ervan uit dat op het moment dat antidemocraten zich gaan organiseren, dat er bijvoorbeeld clubhuizen zijn waar jongeren geïndoctrineerd worden, dat ga je pas ingrijpen. Stel dat dat het geval is. Een aantal clubhuizen in Nederland, verspreid over Nederland, van verenigingen die de democratie willen afschaffen. Ja.
Dan moet je dus gaan kijken, wat zijn de doelen van deze verenigingen? Wat wordt daarvoor... Nou, afschaffen van de democratie. Dan zou je dus op basis van, ik denk, een rechtvaardiging die te bieden is voor weerbare democratie, zo'n organisatie kunnen verbieden. En dan moet je dus in een vroegtijdig stadium gaan verstoren. Dat is eigenlijk wat je doet. Je gaat ervoor zorgen dat er geen indoctrinatie meer op die plaatsen plaats kan vinden. Oké, maar dan breng je voor een deel de vrijheid van meningsuiting om zeep, om de democratie te helpen. Nou, nog niet zozeer de vrijheid van meningsuiting, omdat ze dus ze kunnen uiten wat ze willen. Al die ideeën, ook over het afkeren van de democratie, et cetera. Ongelijkheid van man en vrouw, prima, dat kan allemaal geuit worden. Maar als je in een georganiseerd verband gaat streven naar het afschaffen van de democratie, als je daar eigenlijk voor samenkomt, je gaat je organiseren, dan kun je wel daar als vereniging op basis daarvan verboden worden. Dat is dus de verenigingsvrijheid die je dan eigenlijk aanpakt en niet zozeer de vrijheid van meningsuiting. Is het religieus extremisme een gevaar voor de democratie zoals we die kennen hier in Nederland? Dat denk ik wel. Aan de ene kant zijn er de grote aanslagen, de aanslagen waardoor mensen angst aangejaagd wordt en ook deels wordt gezegd van ja, jullie mogen niet democratisch besluiten om militair in te grijpen in Syrië, want dan gaan we aanslagen plegen. In Frankrijk waren het deels ook gewoon Parijse burgers. De andere strategie is dat ze zich gaan richten op specifieke grondwaarden van die democratie. Dus niet een spectaculaire aanslag met heel veel slachtoffers, maar bijvoorbeeld Charlie Hebdo. Je gaat je richten op specifieke grondrechten binnen die democratie, zoals de vrijheid van meningsuiting, waar ze eigenlijk het meeste van te vrezen hebben. Namelijk ridiculiseren van geloofsstandpunten. Is Den Haag wakker genoeg als het gaat om bedreigingen voor de democratie? Wat moet er gebeuren in Nederland? Nou, ik moet zeggen dat het is natuurlijk ook aangespoord door de Tweede Kamer. Staat het onderwerp heel erg op de agenda. Tegelijkertijd... zou ik willen dat je dan ook doorpakt en nu eens gaat kijken naar dat krakmikkige wetje op basis waarvan wij nu eigenlijk niet weten of wij verenigingen die antidemocratisch zijn kunnen verbieden. Daar is nog een slag te maken. Omdat je dan een duidelijk wettelijk kader schept wat nu ontbreekt en bijvoorbeeld in Duitsland wel aanwezig is, waardoor ze daar in ieder geval veel sneller kunnen ingrijpen. Bastiaan Rijpkema, dankjewel.